In de tentoonstelling zien we heel veel werken uit onze eigen collectie. Verschillende media komen aan bod, foto's, schilderijen, installaties, maar ook textielwerken zoals deze ontwerpen van Michiel Schuurman voor Flisco, geïnspireerd op de oorspronkelijke batik-techniek en ja, nu eigenlijk op een hele nieuwe manier geïnterpreteerd. Dat is één onderwerp, één lijn eigenlijk in de tentoonstelling, de manier waarop kunstenaars omgaan met migratie van technieken, materialen. Je ziet ook werk van kunstenaars die zelf migrant zijn. En werk van fotografen die de realiteit van het migreren tot onderwerp hebben genomen. Nou, Bertien Vermanen maakte in de jaren 70 de serie Vrouwen te gast. En zij documenteerde eigenlijk het leven van de eerste generatie vrouwelijke gastarbeiders in Nederland. En zij kwamen uit Turkije, uit Spanje, Italië. En je ziet op de foto's dat ze het niet makkelijk hadden. Het leven was zwaar, maar ze waren ook heel krachtig. Je ziet ook hun vriendschap en het plezier dat ze hadden met elkaar. Nou, migratie is een heel actueel thema. Het wordt heel erg bediscussieerd in de media, in de politiek, vaak omgeven met angst, gevoelens van bedreiging. Maar als je naar de beeldende kunst kijkt, dan zie je dat het ook heel veel heeft gegeven, een enorme rijkdom heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld kunstenaars die naar een andere plek zijn gekomen, naar Nederland zijn gekomen en hier het kunstleven hebben verrijkt met hun werk. De titel van deze tentoonstelling is Ik ben een geboren buitenlander. En we hebben dat ontleend aan een uitspraak van Ulysses Carrion. Hij was een conceptuele kunstenaar uit Mexico en kwam in 1972 hier in Amsterdam wonen. En die term, ik ben een geboren buitenlander, heeft eigenlijk al te maken met een soort artistieke positie. Van je eigenlijk nooit ergens helemaal thuis voelen. Altijd een beetje een buitenstaander blijven. En ik denk dat dat een artistieke positie is die je in deze tentoonstelling vaker tegenkomt. Dit is een installatie van Remy Jongeman, Rut. En we hebben het 20 jaar geleden aangekocht. Dit werk heeft heel veel te maken met zijn persoonlijke herinneringen aan zijn jeugd in Suriname. In de hoek bijvoorbeeld zie je drie zakjes hangen met blauwe pigment, met brood, deeg en wat zout. En hij vertelde mij dat hij dat vroeger, als hij bijvoorbeeld een examen moest doen, meekreeg van zijn moeder. Maakte daar een balletje van en stopte het in zijn binnenzak. En dat balletje zou dan geluk brengen. Deze tentoonstelling, Ik ben een geboren buitenlander, maakt deel uit van een nieuwe programmalijn, Stedelijk Turns. En daarmee willen we eigenlijk de collectie op een nieuwe manier gaan onderzoeken. En dit keer hebben we het thema migratie genomen. Het is een langlopend onderzoeksproject. En voor ons eigenlijk aanleiding om op een hele nieuwe manier naar de collectie te kijken. Meestal laten we de collectie zien in een wat meer chronologische volgorde, als een opeenvolging van kunsthistorische stijlen. Maar dit keer hebben we dus gekozen voor een thematische aanpak. En het interessante daarvan is dat je hele nieuwe werken weer tegenkomt. Voor mij was het heel interessant om kunstwerken uit te zoeken die soms 20 of 30 jaar niet meer uit het depot zijn geweest. Dus je hebt echte vondsten met zo'n benadering.